Ik dacht vroeger oprecht dat ik papierprikker wilde worden. Dat heb ik vrij lang volgehouden. Dat kwam een beetje door de TT van Assen die altijd eens per jaar bij ons om de hoek kwamen. En dan vlak voor de bocht gingen ze scheef en dan gooiden ze blijkbaar het papier weg. En dan prikte ik dat het eind van de dag op. Dus ik vond het wel mooi, die motoren, maar ik vond het ook slordig dat ze dat papier erachter lieten. Het is dan geen letterlijk papierprikker geworden, maar het is me inzetten om gebieden in een wereld die de mens kapot gemaakt heeft, daar komt het eigenlijk op neer, om die te herstellen met een heel mooi model. Twee jaar geleden de wereld van Common Land in mijn pad gekomen. En Common Land behelst nu wel het grootste deel van mijn leven. Want daar heb ik een groot geloof in. Dat we de wereld stukken groener kunnen maken. En dat daar een businessmodel overheen valt te gooien. Mijn overgrootvader en mijn grootvader waren serieuze businessmannen in de olieindustrie. Mijn grootvader die was de directeur van Shell. En mijn vader heeft misschien wel het tegenovergestelde gedaan, maar door heel erg aards bezig te zijn met landgoederen als rentmeester zijn geld te verdienen. Ik heb meer tijd in mijn jeugd besteed op boerderijen dan ergens anders. En dat staat wel in schril contrast tot mijn grootvader. Wat voor carrièrepad hij gevolgd heeft. Maar ik denk uiteindelijk dat de genen van mijn vader het meest in mij zitten. Meestal is hier wel een westerstorm en valt altijd wel één of twee bomen om. En die hakken we dan in stukjes op 50 centimeter. En dat laten we hier 2 jaar drogen. En dan pak ik elke ochtend met de kruiwagen, voordat ik naar mijn werk ga, vul ik de oven hier. En dan steek ik hem hier aan met een aanstekertje. En dan verwarmt hij 2 ketels van ieder 1000 liter. En dan heb ik 2000 liter van 80 graden. En waar verwarm ik het hele huis mee? En daarmee ben ik officieel CO2-neutraal verklaard. Ik geloof in balans. Alles wat je van de natuur neemt, moet je op een of andere manier compenseren. Straks zitten we in 2050 met 9 miljard mensen. En die aardbol is niet groter geworden. Dus je bent op een punt beland waarbij je over alles wat je met die natuur doet moet nadenken. Iedereen zal op een gegeven moment moeten gaan begrijpen dat je niet meer van de aarde kan nemen dan dat de aarde teruggeeft. Want dan kan je een balans realiseren. Mijn sleutelmoment was toch wel toen mijn vader overleed. Dat was volstrekt onverwacht. Hij was kerngezond en viel er ineens bij neer. En toen ben ik wel even na gaan denken. Toen zat ik midden in de wereld van sponsoring. Ik was een beetje de John verloren die de papierprikker was van vroeger. Ik hield me niet genoeg meer bezig met duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en natuur en natuurbescherming. En toen heb ik vanaf de ene dag op de andere dag alles laten vallen. Ik heb het deel van het bedrijf wat voor mij was verkocht. En vervolgens heb ik mijn vrouw en kinderen onder de arm genomen en zijn we 3 maanden in Amerika in een camper gaan zitten. Toen ik terug ben gekomen, zijn mijn zusjes en ik verder het rentmeesterskantoor van mijn vader afgemaakt. Wat afgemaakt moest worden, waaronder dit terrein. Maar inmiddels is de wereld van Common Land in mijn pad gekomen. Dus daar heb ik mijn leven aan gegeven. En ik ben wel eens gevraagd of ik nog een sleutelmoment komt in mijn leven. Dat komt er niet. Dit is het. Toen mijn vader overleed in 2001, was er een proces gaande wat ik toen van hem heb overgenomen. Een proces om van landbouwgrond in Nederland natuur te maken. En wat we bij Common Land doen, heeft er heel veel mee te maken eigenlijk. Willem. Hey John. Hallo. Hoi. Naast mij zit dus Willem Verwoerda. En Willem heeft iets bedacht wat we tegenwoordig Common Land noemen. En daar zit een model, hangt daarboven. En dat model dat heet het 4 Returns model. En dat is een model waarbij je op 4 manieren, als je landschappen herstelt, een return kan krijgen. Waar het om gaat is, als je een gedegradeerd natuurgebied of een gebied wil herstellen, dan ga je eigenlijk weer de productiviteit herstellen. Dus landbouw moet weer gaan komen. De waarde van de grond gaat weer omhoog. Er komt weer water, je krijgt weer bossen. Er ontbrak wat om die switch te maken. En dat heb ik uiteindelijk gevonden. En dat heb ik inspirational returns genoemd. Oftewel de inspiratie met terug. Er is iets heel bijzonders in China. Dat heet het Lusplateau. Daar is een gebied van, dat is zo groot als Frankrijk. Dat was ooit helemaal groen. En een prachtig gebied waar mensen woonden. En daar veel genot beleefden van de natuur. Maar dat is totaal overbegraasd.
En daar is het, hebben ze dat ongelofelijke gedaan. Binnen 10 jaar is het gebied van een woestijn totaal groen geworden. In 2009 kwam ik een Chinees-Amerikaanse filmmaker tegen, John D. Liu. Die had dit project gefilmd op het Lustplateau vanaf 1995. En die was er helemaal door bevlogen. Die doet niets anders dan nu projecten filmen en het verhaal vertellen. En doet hij heel zorgvuldig en echt heel goed. Ik heb hem toen tegen me gezegd, ik wil er meer over weten en ik wil met jou samenwerken. En dat hebben we ook gedaan. Hij is nu ambassadeur van Comaland. Hij reist de hele wereld over. Ik zit niet alleen in Comaland bestuur, maar nog in veel meer besturen. En Mees Pierson is bij veel van deze partijen de huisbankier. En ik ben een groot voorstander van duurzaam beleggen. Ik geloof erg in de samenwerking waar duurzaam beleggen 1-op-1 wordt uitgevoerd. De ABN AMRO Bank en dan in het bijzonder de combinatie Triodos Mees Pierson is heel erg belangrijk. Achter Comaland zit een organisatie, het heet de Common Foundation. En achter de Common Foundation zit een particulier die dezelfde inspiratie heeft die Willem Verweda en ik hebben. Die het hele team bij Comaland heeft. Dus onze droom is eigenlijk dat pensioenfondsen ooit zullen kunnen kiezen tussen zal ik nou investeren in een mandje olie of in een mandje landschapsherstelprojecten. En dat kan je metaforisch best benoemen als dat ik nog steeds de papierprikker ben die ik dacht te moeten worden toen ik tussen 7 en 17 jaar oud was.